Wat was de Rotterdamse betrokkenheid bij de slavernij? Dat is de niet geringe vraag waarmee hoogleraar Caribische geschiedenis Alex van Stipriaan aan de slag ging en terugkwam met een prachtig kloek boek waarin hij precies die vraag beantwoordt. Daarover gaan we ook praten. Mag ik een applaus voor Alex van Stipriaan. Alex, om maar gelijk eventjes belangrijke dingen uit het boek te halen. 1 op de 8 Rotterdammers stamt op een bepaalde manier af van iemand met een slavernijverleden. Rotterdam is op allerlei manieren betrokken geweest bij de slavernij, van families tot ondernemingen, regenten in de Rotterdamse politiek. Hoe dat allemaal zat, die verwevenheid, daarover gaan we het hebben. Maar eerst eventjes. Er waren al andere steden waar die connectie was onderzocht, Rotterdam nog niet. Waarom duurde dat zo lang en waarom moest dat nu gebeuren? Waarom kreeg jij, met andere woorden, deze opdracht eigenlijk? Waarom duurde dat zo lang? Ik denk dat Rotterdam heel trots mag zijn dat zij eigenlijk de eerste stad in Europa zijn, en misschien wel wereldwijd, dat weet ik niet, maar in ieder geval in Europa, die zo'n grootschalig onderzoek heeft laten doen. Dus het is echt heel uniek, heel bijzonder. Ja, want even niet om de pret te bederven, maar Amsterdam ging een beetje met de prijs vandoor afgelopen maanden. Hè? Maar Rotterdam is een iets andere opdracht gegeven eigenlijk. Het stadsbestuur dat zei, we willen nu eens weten hoe het zit. En dat resulteert in 3 boeken die deze maand uitkomen. Hè? Klopt. Wat zijn die 3 boeken en wat is jouw aandeel daarin? Nou, de opdracht was onderzoek doen naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. En dat heeft dus inderdaad geresulteerd in 3 boeken. Eerst is een bundel onder redactie van Gert Oost-Indie. En dat zijn 9 hoofdstukken die dus ook een beetje over de slavernij gaan, maar vooral ook heel erg over het koloniaal. Dus veel richting Azië, ook Afrika, het koloniale verleden. Maar daar zit ook een hoofdstuk in over de museale collecties in Rotterdam, met een koloniaal verleden. Over de architectuur en stedenbouw van Rotterdam met een koloniaal verleden. Migratie naar Rotterdam vanuit de koloniën, enzovoort, enzovoort. Ja. Dat tweede boek, en dat is dus van 10 verschillende auteurs. Het tweede boek is dit, dat is helemaal alleen voor mij. Dus dat is een boek wat heel coherent is, omdat het maar door 1 man geschreven is. En heel erg de diepte ingaat over alleen het transatlantisch slavernijverleden in relatie tot Rotterdam. En het derde boek is ook weer een bundel van heel veel mensen onder redactie van Fransje Guadeloupe, Paul van der Laar van het Historisch Museum hier, en Liane van der Linden, ook bekend hier in de stad. En dat gaat over het postkoloniale Rotterdam van nu. Ja. Hoe kijken Rotterdammers nu terug op dat verleden en wat gaan ze ermee doen in de nabije toekomst? Ja. Die thema's komen natuurlijk, die jij nu noemt, komen ook allemaal meer of minder terug in dit boek ook. Maar het is met name die link tussen Rotterdam en de slavernij. Kun je vertellen hoe je te werk bent gegaan en hoe start je met zoiets? Ja, ik heb van begin af aan gedacht, oké, Rotterdam is het uitgangspunt en Rotterdam staat centraal op een bepaalde manier. Maar het moet niet een puur Rotterdam-ocentrisch, of hoe je dat ook mag noemen, verhaal worden. Omdat dat verhaal zich afspeelt, juist voor een deel heel ver van Rotterdam. En dat zijn nou juist gebieden die heel weinig in beeld zijn gebracht. Dus ik ben op alle verschillende plekken waar vanuit Rotterdam connecties zijn met slavernij, ben ik zeg maar gaan staan en daar gaan rondkijken. Dus West-Afrika en Centraal-Afrika, wat gebeurde daar? Suriname, wat gebeurde daar? Curaçao, Sint-Eustatius, wat gebeurde daar? Mm-hmm. Brazilië, et cetera. Ja. Dus wat dat betreft is het ook op zich al uniek dat het dus vanuit verschillende invalshoeken naar die geschiedenis kijkt. Ja. Dan vinden we plantages, dan vinden we handel. Dan vinden we handel in mensen, dan vinden we de verscheping van mensen. Wat zijn de verhalen waar jij het meest, als historicus die toch al heel lang met deze thematiek ook bezig bent, waar jij het meeste door geraakt werd of verbaasd over was? Nou, weet je, ik blijf me altijd verbazen, al was het maar omdat ik altijd probeer om mensen die ik beschrijf, die ik dan ken uit de archieven of uit verhalen of wat dan ook, om die in te vullen met Surinaamse, Antilliaanse, Afro-Nederlandse mensen die ik ken. Mm-hmm. Zodat het ook meteen een gezicht krijgt. En dan, ik zal niet zeggen dat ik dan de pijn voel, maar dan snap ik er wel veel meer van. Mm-hmm. En
dan blijf je je altijd verbazen. Maar weet je wat echt een hele goede... Je zegt dat ik dan de pijn voel zonder daarop in te gaan. Maar dat is wel wat, het is een gevoelig onderwerp natuurlijk. Er is ook wat kritiek geweest. Zeiden, moet er nou weer een witte professor Caribische geschiedenis met dit onderwerp aan de haal gaan? Mensen die zeiden, Black Archives moet hier achter gaan zitten. Dit is niet aan dit soort mensen. Het gaat helemaal... Wat vind je daarvan? Dat ook gelijk de discussie is die ontstaat als zo'n onderwerp historisch benaderd wordt? Ja, dat begrijp ik heel goed. En ik zeg zelf soms ook in bepaalde gelegenheden van... Goh, is er geen Afro-Nederlandse man of vrouw die dit of dat kan doen? En ik zou het ook heel erg fijn hebben gevonden als ik aan mijn zij iemand had gehad die dat met mij wilde doen. Dat ik het wel doe, is omdat ik al zo verschrikkelijk lang mee bezig ben... die opdracht kwam 2 jaar geleden, maar ik had al zo'n stapel materiaal liggen van alle jaren dat ik dat verzamel. Er is ook een bepaald soort vakkundigheid voor nodig. Historicus is niet zomaar een vak. Daar zijn dus ook opleidingen voor. Nou, dat is ook een van de dingen. Er zijn heel weinig mensen van kleur, relatief gezien, die geschiedenis studeren, die dat vak leren. Mm-hmm. Waarom is dat eigenlijk? Ja, ik vermoed onder andere het bekende argument van mensen die hier pas 1-2 generaties wonen, die gaan toch iets eerder voor de harde vakken, zal ik maar zeggen, de carrièregerichte vakken, waarmee je een plek in deze samenleving kunt veroveren. Mm-hmm. En daar hoort geschiedenis niet meteen bij. Mm-hmm. Dat is één ding. Het tweede is, het is ook een hele talige studie. Je moet goed zijn in taal. Je moet ook oude taal kunnen lezen en kunnen begrijpen en kunnen analyseren, terug tot de 16e, 17e eeuw. Dat is een vaardigheid waar heel veel mensen geen zin in hebben. Ja, vooruit. Het is je gegund. Dank je. Ja. Nou. Dan even over wat je gevonden hebt. Hè? Want je schrijft ergens in het boek, het is heel veel boekhoudwerk ook. Heel veel cijfers, heel veel... En dan gaat het over kilo's van bepaalde producten die verscheept. Het gaat over hoeveelheid mensen. Het gaat over, hoe doe je dit? Je duikt in oude verslagen van wat er ingescheept is. En zo ga je dat langzaam een beetje in kaart brengen. Wat er van en naar Rotterdam is gekomen. Hoe die betrokkenheid van Rotterdammers bij die plantages is geweest. Geldstromen vanuit Rotterdam spelen een grote rol ook, hè, geloof ik. Als het gaat om de financiering, hypotheken op plantages. Kun je er eens, mag ik je eens verleiden om er één zo'n Rotterdamse connectie uit te lichten? Om een idee te geven van die verbondenheid. Je vraagt nogal wat, want ik geloof dat ik meer dan 800 verschillende Europese individuen, Rotterdammers en in dienst van Rotterdam heb beschreven. En ook zo'n 500 mensen met een Afrikaanse achtergrond. Dus ik zoom ook heel erg in op individuen en een individueel verhaal. En dan zoom ik weer uit naar het grote verhaal. Mm-hmm. Zo heb ik het proberen aan te pakken. Nou, als we gewoon bij het begin beginnen. De eerste van wie we weten dat die vanuit Rotterdam, en ook een in Rotterdam woonachtig man, daarin betrokken was Johan van der Veeken. Een niet geheel nu nog steeds onbekende man in Rotterdam. Want iedereen die wel eens naar het stadhuis op de Coolsingel is geweest, die ziet boven de ingang 7 stenen portretten. En 1 daarvan is Johan van der Veeken. Die is economisch gezien heel belangrijk geweest voor de stad. Hij was een vriend van Oldenbarneveld. Hij zat in de politieke elite van de stad en van het hele land. Maar was ook iemand die dus het eerste schip heeft uitgereed wat naar Afrika voer, mensen inkocht, daarmee naar Brazilië voer, mensen verkocht en terugvoer met suiker. En die werd hier in Rotterdam verwerkt met het schip De Rode Leeuw. Hij was al schathemeltje rijk en hij is nog veel rijker geworden. Mm-hmm. Later zijn in panden van hem pakhuizen van de WIC hebben zich gevestigd. En vanuit zijn familie zijn weer een heleboel families aan te wijzen die ook in diezelfde handel zaten. Dus ja, dat is gewoon één heel klein voorbeeld. En tegelijk zit je dan meteen midden in de discussies van nu. Want wat moeten we met dat portret boven het stadhuis? Ja, ja. Ieder jaar wordt de Johan van der Veeken-penning uitgereikt, mm-hmm, aan een Rotterdammer die heel belangrijk is geweest voor de Rotterdamse samenleving. Liefst de economische kant daarvan. Ja. Wat moeten we daarmee? Ja, ja. En wat moeten we daarmee? Nou, in ieder geval,
daar is nog nooit aandacht aan besteed. Dus punt 1, die kennis moet je hebben. Mm-hmm. Dus daar zijn dit soort boeken voor, om dit soort kennis aan te reiken en het materiaal aan te reiken waar je überhaupt over moet gaan nadenken. En dan vervolgens moet je, denk ik, heel erg goed met elkaar in gesprek gaan over die vraag. Ik ga niet zeggen, dit moet je doen. Nee, want er zitten een aantal families in. De familie Hudig komt er volgens mij voor. De firma Rogussen, als ik het goed heb. Allemaal geen onbekende namen voor mensen die wel eens in Rotterdam rondrijden of wat van de stad weten. Als iets aangetoond wordt met dit boek, schrijf jij ergens, dan is het wel dat we niet meer kunnen zeggen, we hebben het niet geweten. Ja. Wat bedoel je daarmee? Dat is vaak een argument wat gebruikt wordt in discussies als het over dit soort verleden gaat. Je moet het niet met de bril van nu bekijken. Mensen in die tijd wisten niet beter. Slavernij was toen iets heel vanzelfsprekends. Mm-hmm. Daar werd niet over gesproken. En dit boek laat echt tot op het bot zien dat er heel veel mensen er wel van wisten. Heel veel mensen. Mm-hmm. Dat er een heel aantal mensen ook toen was die niets op had met slavernij, die daar ook tegen preekte of tegen pamfletten schreef of de politiek inging en daar. Het was niet onomstreden en het gebeurde toch. Mensen deden precies. Het toch. Dus je kunt niet zeggen, men wist het toen niet. Ja, ja. Want er waren wel degelijk heel veel mensen die het wel wisten. Ja. En dat niet alleen, heel veel mensen die het wel wisten, maar ook heel veel mensen die er linksom of rechtsom mee te maken hadden. Ja. En dat was ook niet alleen de elite. Hè. Dat is ook vaak het idee van, nou ja, dat zijn dan de bankiers en de havenbaronnen van toen eigenlijk. Precies. Maar de hele economie had ermee te maken. En die hele economie van Rotterdam was weer vertakt naar heel Nederland, naar heel West-Europa. Mm-hmm. Overal kwamen producten vandaan die gebruikt werden in die mensenhandel. Ja. En in die productie met slaafgemaakte Afrikanen. Ja. Je schrijft ergens in het boek ook, nadat je al best wel wat cijfers hebt genoemd en ook hebt van een aantal mensen hebt laten zien dat ze best wel rijk zijn geworden als gevolg van hun betrokkenheid bij de slavernij, zeg je, ik ga daar geen som aan hangen. Waarom doe je dat? En waarom doe je dat niet eigenlijk? Ja, je bedoelt, ik ga niet uitrekenen hoeveel het Nederland heeft opgebracht. Exact, of hoeveel het Rotterdam heeft opgebracht. Of hoeveel het de familie Hudig heeft opgebracht. Ja, ja. Nou, punt 1, omdat het ook echt totaal ondoenlijk is. Mm-hmm. Want wat neem je mee? Is dat dan alleen die Hudig? Of is het ook zijn huisknecht die leeft van het inkomen van Hudig? Of is het ook de sjouwer in de haven die de hele dag van de schepen koffie sjouwt naar de pakhuizen aan de Nieuwe Haven bijvoorbeeld? Moet je dat vanaf 1600 tot 1863 of 1873 mm-hmm. doen? Een heleboel cijfers hebben we daar ook niet van. Een heleboel firma's weten we niet eens of die. Maar het is geen rare vraag toch om het antwoord eigenlijk op wel op een beetje op te verlangen. Nou, weet je, nee. Dat ik je wil wel weten. Een rare vraag. Maar waarom vind je, als het toch iets is. Er is een discussie waar vaak gesproken wordt over herstelbetalingen, over excuses maken. Dan is het toch nuttig om in kaart te brengen wat de winst is die de een ten koste van de ander heeft gemaakt. Of wat de schade is die iemand of een groep mensen heeft opgelopen. Kijk, wat je in dit boek kunt lezen is meer dan genoeg om te beseffen dat die schade enorm is. Mm-hmm. En dat die tot de dag van vandaag doorgaat. Dus moet je ophouden in 1863? Weet ik niet. Moet je de erfenissen ook meerekenen? Weet ik niet. En hoe doe je dat dan? En het allerbelangrijkste vind ik, er is een hoogleraar in Nederland die dat dus voortdurend doet. Die voortdurend zegt van, ja, we moeten dat uitrekenen. En wat blijkt dan? Het valt allemaal wel mee. Nederland heeft er niet zoveel aan verdiend. Misschien zelfs wel geld op toegelegd in mm-hmm. sommige periodes. Mm-hmm. En daarmee zegt hij, dus het was niet erg. Mm. Of in ieder geval is dat een suggestie die. En dat wil ik ten koste van alles voorkomen. Dat je in een soort van procentjesstrijd mm-hmm. gaat belanden, waardoor je al of niet zegt van het was meer erg of minder erg. Ja. Het was verschrikkelijk. Goed, dan hebben we dit is de materiële schade, zou je kunnen zeggen. Dus de winst die gemaakt is dankzij die slavernij. Je geeft in je boek een aantal voorbeelden van de immateriële gevolgen natuurlijk, die misschien wel veel talrijker zijn. En een van die voorbeelden is volgens mij een Surinaamse bankdirecteur, zeg ik het mm-hmm. goed, ja. die zegt, het zit op een bepaalde manier, is het in ons DNA gaan zitten. Kun je even
Wat ja, is dat precies, dat citaat van, ik heb niet meer helemaal helder voor de geest? Ik heb het ook niet letterlijk paraat, maar we moeten zorgen dat we niet alleen in dit gesprek blijven hangen, want dan zitten we alleen in een soort slachtofferverhaal. Mm-hmm. En het is niet alleen een slachtofferverhaal, dat blijkt ook in dit boek. Het is ook een verhaal van strijd en van kracht en van mensen die juist in de ergste omstandigheden overleven en hun eigen lot gaan bepalen, waar je tot op de dag want van dat vandaag... is, hè, nou, dan komen we zo bij die bankdirecteur, want dat is wat je ook heel erg hebt aangetroffen. Eigenlijk een heel ander beeld dan je misschien zou in eerste instantie zou hebben. Ja, ja, dat is ook een van de dingen die ik echt belangrijk vind om te benadrukken van, ja, het is een onderdrukkend systeem. De exploitatie is heel erg. Het is een raciaal systeem tot op het bot. Racisme, daar hebben we nog steeds de erfenissen van mm-hmm. die tijd. Mm-hmm. Maar het is ook een verhaal van mensen die nooit zich hebben neergelegd bij dat slaaf zijn of bij dat onderdrukt zijn. Maar altijd, van de eerste dag tot de laatste dag, zijn er tal van voorbeelden van opstand, van rebellie, van klein verzet. Waarom vind je dat zo belangrijk om expliciet te benoemen in je boek, maar nu ook hier? Omdat dat kracht geeft. Geschiedenis is er om van te leren, om te leren waar kom je vandaan als mm-hmm. samenleving mm-hmm. en als familie en als individu. Maar ook wat kun je eruit putten. En de geschiedenis, zoals die in Nederland vaak verteld is, van waarin een klein landje groot kan zijn, is ook de geschiedenis waarin kleine tegenstanders groot kunnen zijn. Mm-hmm. Of klein verzet groot kan zijn. Het verzet 5 jaar lang in de Tweede Wereldoorlog hier wordt breed uitgemeten. Het verzet van slaafgemaakten in Nederlandse kolonies weten we heel weinig van. Nou, dat laat ik heel duidelijk zien. Van dat is ook verzet waar je van kan leren, ook als witte Nederlander. Ja, ja. Maar toch gaat het ook over hoe dit doorwerkt. Hè? Hoe, ja. die machtsverhouding doorwerkt op allerlei manieren. En dan zegt die Surinaamse bankdirecteur, dit is in onze cultuur gaan zitten op de een of andere manier. Zoals en het ook in de Nederlandse cultuur. Die slavernij is afgeschaft. Ja. Die kolonie bestaat niet meer zoals die bestond. Maar het is nog niet helemaal weg. Nee. Wat bedoelde hij daarmee? Nou, hij bedoelde dus aan zijn kant, en in zijn geval de Surinaamse kant, maar dat geldt voor de Caribisch Nederland, idem dito, is die geschiedenis ook tussen de oren gaan zitten. Mm-hmm. Zoals dat ook bij Hollanders, bij witte Nederlanders, Rotterdammers. En wat is er dan tussen die oren gaan zitten? Dat is het, laten we zeggen, aan de zwarte kant het idee, ik ben eigenlijk niks waard. Ik ben ooit tot slaaf gemaakt en ik ben gezien als een primitief figuur. Ik ben gezien als een inferieur mm-hmm. figuur. Mm-hmm. Mijn huidskleur is minder dan een andere huidskleur. Mijn haar is slechter dan jouw haar, et cetera, et cetera. Dus, en dat is na zoveel eeuwen dat voorgeleefd te krijgen, is voor een deel geïnternaliseerd. Mm-hmm. Dat is in mensen tussen de oren gaan zitten. En daar zijn ze voor een deel naar gaan leven. Ja. Voor een deel ook naar dat verzet. En de reden dat die ik vind het een interessant voorbeeld, hè, van die bankdirecteur. De reden dat hij dat dan ook zegt, is dat dan ook omdat hij zegt, het is een deels dat Suriname op een aantal vlakken minder succesvol is, economisch gezien bijvoorbeeld, dan Nederland, heeft te maken met het feit dat wij zo lang zo onderdrukt zijn. En in die zin is dat nog steeds de last die wij daar dagelijks als land van dragen. Ja, en dat is niet van wij zijn dom en lui of iets dergelijks, maar wel, wij hebben eeuwenlang geleerd, alle goeds komt van buiten. Ja. Hier wordt niks geproduceerd behalve voor buiten. Een heel simpel voorbeeld. Suriname maakt fantastische pindakaas. Wij kunnen het hier bij de supermarkt krijgen. De Fayalobi pindakaas, echt verrukkelijk. Daar is het toch het liefst de calvé die gegeten wordt. Wat van buiten komt, is beter. Hm. Wat wij doen, is inferieur. Snap je? Ja. Dat soort denken is heel erg deel geworden van de samenleving. Wat niet wil zeggen dat daar ook niet anonu verzet tegen is. Ja, natuurlijk. Nee, maar want we gaan het nu hebben, denk ik, nog even over hoe dit doorwerkt in Nederland, in Suriname, op de Antillen, maar ook in Rotterdam. 1 op de 8 Rotterdammers heeft een
slavernijverleden op de een of andere manier. Voorouders die in slavernij hebben geleefd. Ja. Inclusief de Kaapverdianen, mm-hmm. Die dan in Portugese slavernij hebben geleefd. Ja, ja. Wat betekent jouw boek en jouw analyse en al die connecties die jij hebt gelegd? Wat betekenen die voor de situatie nu? En wat betekent die nu voor die Rotterdammers die daar... Weten mensen dat? Weten mensen dat eigenlijk? Weet je dat van jezelf? Weet je wat? Nou ja, die 1 op de 8. Hè, wat is dat? Is dat een... De meeste Surinaamse Rotterdammers, Antilliaanse Rotterdammers, Kaapverdische Rotterdammers weten dat. En in heel veel families zijn daar verhalen over. Mm-hmm. Maar die worden wel voor een groot deel binnengehouden. Want... Kinderen wordt ook vaak gezegd, ja, dit zijn onze verhalen en je moet ze kennen. Maar loop er maar niet te veel mee te koop, want daar maak je geen carrière mee. Hm. En wat vinden mensen dan van dat er een boek over die Rotterdam slavernij connectie, wat vinden die mensen daarvan? Nou, de meeste mensen die ik in de afgelopen, ben natuurlijk al heel lang hiermee bezig met deze geschiedenis, zijn heel blij dat het op tafel komt. Ja. En dat het verhaal verteld wordt, of de verhalen verteld wordt en deel wordt van de Nederlandse geschiedenis. Ja. Verwachten ze er ook wat van? Verwacht jij er ook wat van? Verwacht jij van dat die discussie nu gevoerd... We hadden het begin van het gesprek even over Amsterdam. Hè? Daar wordt nu, volgens mij is de status nu dat de burgemeester zich aan het beraden is op het al dan niet overwegen van een excuses, hè, geloof ik, als namens de stad Rotterdam. Dat is een discussie die hier ook na de 31 oktober flink gevoerd zal worden. Dus daar vast een voorschot ook opnemend. Moet Rotterdam zijn excuses maken voor de slavernij? Met dit boek in de hand? Ja, ik ben heel blij dat burgemeester Abu Talib al jarenlang zegt... Nederland moet excuses maken. Mm-hmm. En de Nederlandse regering namens de hele Nederlandse natie. Maar je hebt nu een boek geschreven, Rotterdam is slavernij. Absoluut. Dat heet niet Nederland is slavernij. Ja, ik zou het niet verkeerd vinden als hij dat doet. Maar als hij dat maar wel blijft koppelen aan een oproep aan de hele samenleving. Ja. Aan heel Nederland... en de Nederlandse overheid. Ja, ik heb er een aantal steden. Ik heb ze hier Londen, Liverpool, Charleston. Zelfs in Ghana, Benin, 1999 zijn al excuses uitgesproken. In Nederland ging het over diepe spijt, neigend naar berouw. En vorig jaar nog diepe spijt en berouw. En Mark Rutte zegt dan, ja, excuses in het Kamerdebat. Ik weet niet of dat handig is, want dat zou de discussie alleen maar verder kunnen polariseren. Wat zou je hem aanreiken? Durf het maar eens. Doe het maar eens. Zet de stap. Hey, en dan, stel die excuses worden gemaakt. Wat zijn er verder nog voor consequenties? Wat vind jij van het gesprek over herstelbetalingen? Terecht. Ik denk alleen niet dat het moet gaan over een bepaald bedrag per persoon, per huishouden, whatever. Mm-hmm. Dat lijkt me... Een vrij onvruchtbare weg, omdat dan juist mensen tegenover elkaar komen te staan. En wat doe je als kind van een witte ouder en een zwarte ouder? Moet dan de moeder betalen en de vader krijgt geld en jij mag het verdelen? Dat is veel te ingewikkeld. Maar dat de samenleving van alles kan doen, de overheid, particuliere bedrijven, van alles kan doen om te werken aan herstel. Het herstellen van wat er toen is gebeurd en waarvan dus nog steeds we de naweeën hebben. Kijk naar de economische cijfers. We hebben een econoom hier in de zaal. En dan zie je dat zwarte Nederlanders doen het gewoon slechter. Mm-hmm. Terwijl ze 3 eeuwen onder Nederlandse vlag hebben gewoond. Dat is cynisch. Mm-hmm. Dat is echt cynisch. Ja. De chief diversity officer van de UvA, geloof ik, hè, Alfrieda Martis, die zegt van nou, dit inderdaad precies dit stipt zij aan. En dan zegt ze, er moet gewoon een fonds komen waar beurzen voor Antilliaanse studenten uit... betaald worden. Is dat een ja, is bijvoorbeeld, dat een goede weg? Maar dat is één van de dingen. Ik bedoel, er worden over meerdere fondsen gesproken, ook voor een cultuurfonds. En dan zit je met allerlei juridische dingen. Dus nu hebben we het over een cultuurfonds voor het Koninkrijk. Mm-hmm. En waar dan iedereen, zeker met een Afro-achtergrond, binnen het Koninkrijk. Nou ja, daar valt Suriname niet meer. Die hoort daar niet meer bij sinds 1975. Dus wat moet je dan met Suriname doen? Maar er zijn
tal van initiatieven. Er wordt nu gewerkt aan een slavernijmuseum. Nou, wat is makkelijker voor, ik zeg maar iets, de ABN AMRO Bank, die ergens ook nog wortels heeft via Mees en Hoop in het Rotterdamse slavernijverleden, om te zeggen, oké, ik stort 45 miljoen euro voor de eerste opbouw van zo'n museum. Vrijwillige herstelbetalingen. Ja, waarom niet? Ja. We hadden het al even over de discussie over namen. Hè? Helden van Nooit heeft het Museum Witte de Wit bijvoorbeeld beklad, omdat ze vonden, dit gaat niet rap genoeg. Op allerlei manieren wordt die discussie gevoerd, hè? Beleefd, soms bijna met de vuist op tafel. Witte de Wit heet nu Melly. Ja. Geloof ik, hè, in de Witte Witstraat. Moet de Augustusstraat een ander bordje krijgen? Moet van de Veken van het Rotterdamse stadhuis af? Is dat, heeft dat zin, die symbolen, zo als er genoeg bewijs voor is, wegnemen uit die Nederlandse cultuur? Ik wijd daar in de epiloog van mijn boek ook een heel stuk aan. Ik denk dat je ze stuk voor stuk moet bepraten. Van de Veken, Witte de Wit, de Hudigs, de ABN AMRO mannen, noem maar op, de meeste. Ja, bepraat het, bespreek het. En waarmee je laat zien dat die geschiedenis tot in alle haarvaten van deze samenleving zit en van deze stad zit. En dat weet nog bijna niemand. Dus begin daar nou maar eerst eens over te praten. Dus ja, een discussie over de Witte de Wit lijkt me fantastisch. Of is fantastisch dat die er is. Mm-hmm. Moet je daarmee alles afbreken? Nee, dat lijkt me niet. Ben je bang dat, hè, want dit boek gaat nu de wereld in, ben je bang dat het een soort platgeslagen wordt en alleen maar gekoppeld wordt aan het actuele debat en dat het hele rijke historische verhaal en dat onderzoek wat je hier bij elkaar hebt gezocht, dat een beetje verloren gaat? Die kans is er. Zou je het jammer vinden? Ja, en dan zal ik ook altijd zeggen van begin nou eerst eens te lezen. Oh ja. Ja. Ik kan het mensen van harte aan. Ik heb het met plezier gelezen. En ik wil dan toch nog een slotvraag stellen aan je. Rotterdam heeft nu, durft nu met de billen bloot eigenlijk, hè? Dus ja. Dit verhaal. Welke stad moet het hier na gaan doen? Nou, in Nederland. Amsterdam heeft het al een beetje gedaan, hè? Dat zelfonderzoek. Wie moet er nu? Oh, welke stad bedoel je? Nou nee, ik vind de belangrijkste stap nu is op basis van deze boeken, dit boek en andere boeken, moet nu een vertaalslag worden gemaakt naar het onderwijs, naar publieksgeschiedenis, naar verhalen in de stad. Want ja, zo'n boek wordt door een paar duizend mensen gelezen, maar niet door het overgrote merendeel. Hoe komt het in de gewone geschiedenisboekjes terecht? Dat mensen niet straks over hun kinderen zeggen, nou, ze leren niks over die geschiedenis. Mm-hmm. Dat is het eerste wat we moeten doen. Dat het echt binnenkomt in die hoofden en dat je ook leert te luisteren naar elkaars verhalen. Hè, want tegenwoordig, iedereen is aan het zenden. En luisteren en lezen, dat verdwijnt een beetje. Nou, daar is dit een middel voor. En eerlijk gezegd, dit boek heeft als vertrekpunt Rotterdam, maar het kan door iedere Nederlander gelezen worden, want het gaat over heel Nederland. Dus die vertaalslag kan ook voor heel Nederland plaatsvinden. Dat vind ik dat het eerste is wat moet gebeuren. En excuses prima, maar dat is altijd nog steeds maar het begin. Kennis is veel gaat belangrijker. Om het gesprek. Het gaat om het gesprek en het gaat om een gesprek op basis van kennis en van liefde. Was er een beetje liefde in dit gesprek? Absoluut. Oké, Alex van Stippenjan, dankjewel.